Oh ja, die heb ik in ieder geval. Dat is er eentje. Wacht eens even. Was dat nou de laatste? Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie er allemaal weer zijn. En dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Enderspleef. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd in de Hypixel server als een Enderman. En ik ga uiteraard weer genieten van het leven als Enderman. Ik ga namelijk met mijn horse armor zoveel mogelijk Endermans naar beneden halen. Maar bovenal natuurlijk proberen zelf niet naar beneden te vallen. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe minigame video voor jullie op te nemen. En zoals gewoonlijk hoop ik natuurlijk jullie allemaal weer enorm te kunnen gaan vermaken met deze nieuwe aflevering van Endersplief. Als jullie deze nieuwe aflevering van Endersplief nou nu al leuk vinden, dan kunnen jullie hem natuurlijk even een blauw duimpje omhoog geven. Dat moet je natuurlijk alleen doen als je de nieuwe aflevering van Endersplief natuurlijk ook daadwerkelijk leuk vindt. Ook al zou je mij er natuurlijk wel een heel groot plezier mee doen. En ik ga gelijk proberen niet naar beneden te vallen, want het is namelijk een best wel moeilijke minigame. Voor de mensen die het concept van Endersplief niet kennen, je kunt natuurlijk even de afspeellijst checken. Als je het op de PC kijkt, kun je gewoon even op de aangegeven annotatie in beeld klikken. Dan word je naar de afspeellijst geleden en dan kun je al de voorgaande afleveringen kijken. Maar Endersplief is eigenlijk gewoon een minigame waarbij jij moet proberen om als Enderman zoveel mogelijk tegenspelers, oftewel andere Endermans, onderuit te halen door middel van jouw Iron Horse Armor. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog een Iron Ingot in je inventaris. Die Iron Ingot die kun je gebruiken om je tegenspelers onderuit te halen door, of nou niet om je tegenspelers onderuit te halen, maar om jezelf eigenlijk te redden. Als je die Iron Ingot, wat in dit geval geen Iron Ingot, maar een Netherrack blokje is, als je dat gebruikt, of nou geen Netherrack blokje, of heet dat wel zo? Ik weet het even niet. Maar als je dat gebruikt en je valt bijvoorbeeld bijna naar beneden toe, dan zorgt dat ervoor dat er een soort van plateau onder jou wordt gespand. En op die manier kun je dus niet in één keer out of the world vallen. Ook moet je natuurlijk wel een hele hoop geluk hebben. Wil jij jezelf nog via dat plateau kunnen redden? Want dat plateau is namelijk maar voor een aantal seconden. Dus je moet ervoor zorgen dat je jezelf dus binnen een aantal seconden eigenlijk uit de brand helpt. Oh nee, nee, kijk, dat bedoel ik. Ik heb mezelf echt op het nippertje gered. En je kunt jezelf heel gelukkig, dat vind ik ook heel erg leuk in deze minigame, kun je jezelf weer ergens naartoe teleporteren met jij Ice of Ender. Je hebt namelijk in deze minigame Ice of Ender een Iron Ingot en Horse Armor. En ik heb jullie natuurlijk nu de functionaliteit uitgelegd van die Horse Armor en van die Iron Ingot. En ja, ik denk dat het vrij logisch is wat je met een Ice of Ender kan. Je kan er namelijk mee teleporteren. Ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom ze niet iets hebben gedaan met bijvoorbeeld een Ender Pearl. Misschien was dat wel wat leuker geweest, dat je dus echt raak moest gooien naar een bepaalde plek. Maar ik moet zeggen, dit is ook wel een fijne manier. Want stel, ik doe nu zo, dan sta ik dus letterlijk gewoon boven op één blokje. Dat is echt ongelooflijk awesome. En als ik dan, oké, ik sta hier nu best wel heel erg riskant, dus ik moet even wachten totdat ik weer kan teleporteren. Dan teleporteer ik mezelf namelijk even die kant op. Ja, dit is een hele leuke minigame. Het draait eigenlijk gewoon puur om tactiek. Iedereen heeft eigenlijk wel weer een beetje zijn eigen tactiek met een eigen draai eraan. En ja, wat is mijn tactiek eigenlijk, jongens en meisjes? Ik heb er eigenlijk nog nooit echt bij stilgestaan tijdens het opnemen van deze awesome minigame genaamd Endersplief. Ik denk dat mijn tactiek eigenlijk gewoon is proberen niet dood te gaan, maar vooral proberen heel snel van de ene plek naar de andere plek te teleporteren. Wanneer dat, ja, mogelijk is als het ware. Want nu ben ik bijvoorbeeld weer op een plek waar ik mezelf toch wel, kijk, als ik namelijk nu dit doe, dan zit ik dus op een platform. Het platform gaat zo direct weg. Maar ik zorg gewoon voor dat voordat het platform weg is, dat ik dan weer op een ander platform ben. Dus in principe draait deze minigame niet eens zozeer om het schieten. Het draait denk ik meer gewoon om, ja, op het juiste moment je platform gebruiken, maar natuurlijk ook op het juiste moment jouw Ice of Ender gebruiken. Ik kan bijvoorbeeld nu die kant op teleporteren. Maar ja, hier, dat bedoel ik, dan ben ik dus alweer bijna out of the world gevallen. Dus het is niet altijd handig om te doen. Daarentegen moet ik nu dus ook extreem goed gaan uitkijken. Want come on. Oh, come on, kan ik nog een plateau spannen? Ik kan geen plateau spannen. Dat is super jammer. Maar wij gaan gewoon lekker door naar het volgende potje. Oké, jongens en meisjes, we zijn weer terug in een nieuwe Minecraft Endersplief map. Of ja, een nieuwe Minecraft Endersplief map is het niet echt, want ik heb natuurlijk net ook in deze map gespeeld. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat wij onze revanche gaan nemen en dat wij eens even gaan kijken of wij misschien deze keer wel wat langer in leven kunnen blijven. Want het zou natuurlijk ongelooflijk awesome zijn als wij dit nieuwe potje van Endersplief zouden kunnen gaan winnen. Dus ik ren gewoon een beetje rond omtrent deze map en ik ga gewoon eens even kijken wat ik hier nog allemaal kan gaan vinden aan power-ups en dat soort dergelijke. Sommige mensen die proberen zichzelf altijd naar dat soort plateaus te teleporteren, maar ik durf dat eigenlijk niet echt. Of ja, ik durf het natuurlijk wel. Ik bedoel, het is enkel een kwestie van de juiste kant op richten en je rechtermuisknop indrukken zodra jij je Ender, of niet je Ender Pearl, maar je Ice of Ender geselecteerd hebt. Alleen, het lijkt me toch wel een iets veiliger idee als we gewoon even op deze manier verder blijven gaan. Ook al zouden we onszelf wel naar dat plateau kunnen toeteleporteren. Alleen, oh, wat? Oh, schijnbaar kun je ook zo schieten. Dat wist ik niet eens. Ik dacht serieus, maar wat nou als je dan de twee knoppen afwisselt? Schiet je dan nog sneller? Ja, dan schiet je nog sneller. Als je letterlijk linkermuisknop en rechtermuisknop bijna tegelijk indrukt, dan schiet je geloof ik nog sneller dan normaal gesproken. Maar dat even terzijde. Ik dacht in eerste instantie dat je eigenlijk alleen maar kon schieten met je rechtermuisknop. Maar toen ik dus een keertje wat wou aanwijzen zojuist, toen schoot ik dus per ongeluk met mijn linkermuisknop. Terwijl ik niet eens wist dat dat mogelijk was. Maar ja, dat even terzijde. Ik TP mezelf weer even snel naar boven toe. Dan ben ik namelijk weer op de bovenste laag en dan ben ik toch wat veiliger als het ware. En hem kan ik inderdaad enorm makkelijk inmaken voor de mensen die denken, joh, hoe de fuck deed je dat? Was je aan het bezeten? Of was je aan het bezeten? Is dat überhaupt wel een Nederlands werkwoord? Had je magische krachten? Nee, ik had geen magische krachten, maar ik had natuurlijk een power-up opgepakt genaamd Big Shot. En Big Shot, dat is een ongelooflijk epische power-up, want daarmee kun je namelijk ervoor zorgen dat je in plaats van met één sneeuwbal geen één blokje weghaalt, maar bijvoorbeeld met één sneeuwbal
sneeuwbal gewoon een radius van 4 of 5 blokjes weghaalt. En dat is natuurlijk over het algemeen gezien een heel erg grote vooruitgang. Maar ook een heel erg groot voordeel ten opzichte van als je maar 1 blokje onderuit haalt. En ik moet denk ik nu toch maar even geschieten. Ik heb nu namelijk Big Shot en Triple Shot. En dat kan er uiteraard voor zorgen dat ik enorm makkelijk mijn tegenspelers onderuit zou kunnen halen. En daar moet ik dan natuurlijk ook ongelooflijk van genieten. Dus ik ben heel even aan het kijken waar mijn tegenspelers eigenlijk momenteel aan het rondhangen zijn als het ware. Of rond teleporteren. Want dat zijn uiteraard Endermans zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Dus wat ik even ga doen is ik zoek even een beetje een centrale punt op hier in de map. En dan kijk ik eens even of ik via dat centrale punt wat meer Endermans onderuit zou kunnen gaan halen. Want dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg makkelijk. Ik bedoel, je bent een enge lange man in een of andere rare jumpmap. Waarmee je jezelf van de ene plek naar de andere plek moet teleporteren. Maar zo makkelijk is het niet altijd, kan ik jullie vertellen. Kijk, oh ja, die heb ik in ieder geval. Dat is er eentje. Wacht eens even. Was dat nou de laatste? Ik geloof serieus dat de allerlaatste was. Of is er nog één? Ik geloof dat ik zojuist heb gewonnen. Maar ik weet het momenteel even niet zeker. Ik hoop het uiteraard wel. Nee, ik heb nog niet gewonnen. Waarschijnlijk is er hier nog een vijand die zich aan het verstoppen is tegenover mij. Lijkt me vrij logisch, want hij heeft natuurlijk net gezien dat zijn teammate is vermoord. Daar zit hij. Ja, oh shit. Nee, nee. Oh, come on, come on, come on. Nee, oh, so close. Oh, ja, ja, no way. Nee, oh my god, ik ben tweede geworden. Terwijl ik hem letterlijk op het laatste moment nog onderuit haalde. Holy shit, jongens en meisjes. Dit potje was fucking episch. Oké, jongens en meisjes. 3 keer is scheepsrecht. En laten we maar hopen dat het in dit geval ook zo is. En laten we dus maar gewoon hopen dat wij het voor elkaar kunnen krijgen. Om het derde potje en de spleef uit deze nieuwe aflevering ervan even lekker te kunnen gaan ownen. Het is ons natuurlijk het vorige potje bijna gelukt. En dat potje daarvoor kwamen we geloof ik ook aardig dicht in de buurt. Bij de overwinning. Maar het zou natuurlijk wel veel epischer zijn. Als we het nu voor elkaar zouden kunnen krijgen om eerste te worden. Want ja, dat is natuurlijk uiteraard wel een beetje waar we voor gaan. Laten we eerlijk zijn. Dus laten we eens even gaan kijken of wij dat voor elkaar kunnen. No way! No way! No freaking way! Dit is ongelooflijk, guys. Dit is ongelooflijk. Ik had serieus gedacht dat ik dit potje wat langer in leven zou kunnen blijven. Maar schijnbaar bleek niets minder waar te zijn. Shit. Nou ja, jongens en meisjes. Ik moet eerlijk toegeven. Ik vond het in ieder geval weer een super awesome en sensationele aflevering om voor jullie op te nemen. En ik hoop uiteraard ook dat ik jullie allemaal tot het uiterste heb kunnen vermaken met deze nieuwe aflevering van Minecraft Endersplief hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Heb jij nou genoten van deze nieuwe aflevering van Minecraft Endersplief? Denk je nou van, Job, ik zou graag meer van deze serie willen zien hier op jouw gamekanaal Doe Maar Gamen. Dan kun je mij dat uiteraard hier beneden even laten weten in de reacties. Als je deze video nou leuk vond, kun je hem natuurlijk ook even een blauw duimpje omhoog geven. En daarnaast kun je natuurlijk ook even op die rode abonneerknop drukken hieronder aan de video. Om 24/7. Op de hoogte te blijven van alles wat ik doe rondom dit kanaal. En op die manier word je dus ook als een van de eerste up-to-date gesteld van wanneer ik weer een nieuwe video heb geüpload. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Later mensen.